Goedenavond, mijn naam is Pim Vernig. Ik ben de opleidingsmanager van de Logistiekopleiding, Logistic Management en Logistic Engineering. En dit is een mini-college Logistiek. En ik ga de uitdaging aan om in 10 minuten uh, een opleiding waar we normaal vier jaar over doen, om die in, uh, laten we zeggen, grote samenvatting even uh, door te nemen. Met de vraag: wat is logistiek? En uh, aan de hand van, uh, dat doen we aan de hand van een voorbeeld. En dat voorbeeld dat is uh, de broodjeszaak. En deze broodzaak die kennen we allemaal. Dat is de broodzaak van, uh, van de NS. En uh, ik ga hem even nog simpeler uh, maken. Onze broodzaak die, uh, die heeft maar drie producten. En dat zijn de, de, de kant-en-klaar-sandwich. Dat is uh, wat je boven in het fotootje ziet. Dat zijn de voorverpakte broodjes. En die kun je meenemen, afrekenen. Oh, eerst, uh, eerst afrekenen en dan, uh, dan meenemen. We hebben samengestelde broodjes. Daarvoor zie je al die dames achter de, achter de balie. Die zijn druk in de weer om speciaal voor jou het broodje te maken. En je kan een lunch bestellen. En die lunch bestellen we de avond van tevoren. Dat is dan een beetje de eis die, die we aan onze eenvoudige broodjeszaak hebben gesteld. Oké, okay. Nou, als we dan op een logistieke manier daarna gaan kijken, dan kijken we, daar naar, het, dan kijken we naar het proces. En uh, het proces dat ziet er als volgt uit. Ik heb even een manier gekozen om naar het proces uh, gekeken. Dus een wat globale manier. Het gaat niet om de details uh, op dit moment. Het gaat even om de globale inzicht te uh, krijgen. En uh, ik hak het proces wat in die broodjeszaak gebeurt hang ik even op in, in vier stukken. En dan zeg ik: Nou, die broodjes en, die, en de beleg, et cetera, dat moet allemaal ingekocht worden. En uh, dan gaan we voorbereiden. Dat betekent we gaan de brood snijden en we gaan uh, de, uh, de kaas snijden, de komkommers snijden. We gaan de boter uh, gaan we uit de koelkast halen en leggen we ergens op een plek dat hij makkelijk zacht is als we, als we broodjes gaan, uh, gaan maken. Dan gaan we de broodjes maken. En tenslotte gaan we de broodjes ook verkopen. En we gaan eens even kijken hoe die processen eruit ziet bij die verschillende producten die we, die we hebben. Laten we eens beginnen met dat kant-en-klaar broodje. Dan gaan we de inkoop doen. Die inkoop noemen wij push. En uh, wij duwen het broodje eigenlijk de winkel in, de zaak in. Zonder dat wij daar een klant voor hebben. We hopen wel dat daar een klant voor komt. Maar we zijn eigenlijk dat, dat broodje al aan het inkopen en het beleg al aan het inkopen. Voordat we die klant uh, überhaupt gezien hebben. En ook de voorbereiding, het snijden van, uh, van het brood en, uh, en het snijden van, de, van het beleg, dat, uh, dat doen we al op een push-manier voordat we de klant hebben gezien. En omdat het kant-en-klaar broodjes zijn, is ook het maken van tevoren. Dus voordat er een klant binnenkomt, kunnen we al die broodjes gaan maken. Die verpakken we en dan leggen we ze klaar ergens in een, uh, in een koeling waar ze nog een beetje vers en toonbaar uh, blijven. En dan wachten we. En dan komt de laatste stap van het, van het proces en dat is de verkopen en dat is pool. Dat doen we namelijk pas als de klant er is. En die klant die trekt het proces eigenlijk verder op gang. Die trekt het broodje de zaak uit. Nou, dat is het principe van push en pull. Als we dan naar het broodjes, de samengestelde broodjes uh, uh, kijken, die we dus speciaal uh, uh, maken voor de, voor de klant. Dan kun je, hè, je kan ook zeggen van nou, ik wil een beetje dikkere kaas of ik wil een beetje meer. Of ik wil uh, margarine in plaats van boter. Dat kan allemaal. Uh, die broodjes en het beleg zijn van tevoren ingekocht. Push. Ook het voorbereiden, dat hebben we van tevoren gedaan. Dat is ook wel slim, want op het moment dat uh, de klant komt... dan willen we zo snel mogelijk dat broodje ook echt maken. Dus het snijden van, uh, van uh, de tomaten en de plakjes uh, komkommer... het uit de koelkast halen van de, van de boter, dat hebben we allemaal gedaan. En dan wachten we. En dan komt er een klant en dan gaan we maken. En vanaf dat moment is er de dus spoel, want dan trekt die klant het weer verder door die keten. En als we nou naar de lunch kijken, dat is helemaal opvallend, want die lunch is eigenlijk helemaal pool. En dat heeft te maken met dat die lunch is van tevoren, de avond van tevoren uiterlijk, is die besteld. Dus er is zelfs op ingekocht. Als die lunch niet besteld is, dan kopen we niet eens de broodjes daarvoor in. En die punten die daartussen zitten, hè, wat de Amerikanen heel, zo, zo heel mooi noemen de push-pull point, dat noemen wij in het Nederlands het koop. Dat is een beetje platter Nederlands misschien, maar koop is een afkorting. Dat staat voor klant-order-ontkoppelpunt. En dat is een heel belangrijk punt. Waar ligt dat punt? Want als dat punt veel naar rechts ligt, hè, en laten we dat maar even noemen stroomafwaarts, dat betekent dat, dat we de klant heel snel kunnen bedienen. Als ik even introduceer, wat is de lead time? Dus de lead time dat is het moment dat de klant het broodje vraagt of het broodje wil hebben, zijn behoefte uit, tot het moment dat hij het ook daadwerkelijk kan meenemen, dat het broodje geleverd uh, is. En dat is de doorlooptijd, in het Amerikaans heet dat de lead time, en die lead time die is steeds belangrijker. Hè? Uh, als we naar online winkelen gaan kijken, dan zien we dat uh, jonge lui, twintigers ook, dat die vooral heel snel iets willen hebben. In tegenstelling tot uh, de 50 plus generatie, die hoeven iets heel snel te hebben, maar die willen veel beter uh, weten van tevoren wanneer kom je het eigenlijk uh, brengen. Dus dan zijn weer andere, worden weer andere eisen aan, uh, aangesteld. Maar goed, even terug naar dat koop. Hoe verder naar rechts, hoe verder stroomafwaarts dat koop ligt... Des te beter, des te korter is de lead time. Dus dat is ook op zich, zou je dan kunnen zeggen: Nou, dan wil ik het zo snel mogelijk, zoveel mogelijk naar, naar rechts hebben. Maar hoe meer ik het naar rechts leg, hoe meer druk er komt op de voorraad. Want waar gooi ik nou aan het einde van de dag het meeste van weg? En misschien is dat niet, zozeer, niet eens zozeer het meeste in aantallen, maar het meeste in waarde. Dat zijn die kant-en-klaar broodjes. Daar heb ik al heel veel werk in zitten. En die gooi ik aan het einde heel veel weg. Dan moet ik van tevoren heel precies weten. wat wil die klant eigenlijk, eigenlijk hebben. Dus dat is heel lastig. Dus dat legt een enorme druk op de forecast die ik moet maken. van wat ik ga verkopen. Nou, als ik nou nog eens een, op een andere manier ga kijken. naar datzelfde proces. dan begin ik weer bij inkoop. Nou, als ik dan de inkoop, dan koop ik dus beleg en broodjes in. En, die leg ik op en dan leg ik een voorraad. En dan teken ik in mijn schema een goederenstroom. Dan kan ik vast beginnen met het maken van die, van die voorraad, de nieuwe voorraad. Dat is namelijk broodjes en beleg combineren tot belegde broodjes. Dat zijn de kant-en-klaar broodjes. En die leg ik weer in een koelvitrine. Uh, cool dat is ook weer een, uh, een voorraad. Ondertussen komt er een klantorder binnen voor een lunch. Die wordt, de betaling wordt geregeld. Daar wordt de avond van tevoren is daar specifiek op, op ingekocht. Dus als het goed is, liggen die broodjes en die beleggen op voorraad. Dan kan ik die voorraden, die, die, die lunch. Die voorraden kan ik verwerken en die lunchen kan ik alvast gaan maken. Dat heet maken op orde. Dan komt er een klantorder binnen voor de kant-en-klaar broodje. Die klant die pakt dat broodje, die loopt naar de balie en die rekent dat af. Verpakken, nou, misschien gaat er een servetje bij en een papieren zakje, dat weet ik dan ook niet. Die klant die rekent af en die is klaar. Dan komt er een klantorder voor een samengesteld broodje. Die wordt ook op orde gemaakt. Die wordt ook verpakt, wordt ook afgerekend. En die klant is ook klaar. Dan komt degene die de lunch had besteld, die komt die lunch afhalen. Er hoeft niet meer betaald te worden, want die betaling was gisteren gedaan. En de klant is ook klaar. Zo, dat is een heel schema. En aan de hand van dit schema kunnen we weer iets anders doen. Die kunnen we specifiek focussen op welke voorraden liggen er eigenlijk in, ons, in onze broodzaak. En dan zien we dat daar best wel een, uh, uh, een pijnlijk dingetje is. Want zowel de broodjes als de belegde broodjes ja, die zijn één dag houdbaar. Dat beleg, nou dat is nogal drie dagen houdbaar. Dus dan kan ik al wat meer spelen met voorraden en uh, kan ik voorraden, als ik te veel heb gekocht op de ene dag, dan kan ik dat corrigeren met de inkoop. Maar dat kan ik met broodjes en belegde broodjes kan ik dat niet doen. Ik zou uh, dus heel erg goed uit moeten kunnen rekenen. Wat is nou het aantal broodjes wat ik koop? Ja, dat zou ik kunnen doen. Ik zou ook kunnen denken over hoe kan ik dat proces nou veranderen? Waardoor die voorraden anders is of waardoor ik langer houdbaar word. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: Hé, hey, kan ik nou in dat proces bijvoorbeeld een brood overzetten? Wat veel broodjeszaken hebben gedaan: die kopen geen verse broodjes meer in, maar die kopen half afgebakken broodjes, hebben een brood oven in hun zaak, waardoor ze in feite uh, verse broodjes in een half uur kunnen maken. Bijkomend voordeel is dat het ook nog eens lekker gaat ruiken, waardoor mensen meer zin in, uh, in die broodjes uh, hebben. Maar dat maakt ze veel flexibeler in, uh, in de voorraadbeheersing. Nou, dat zijn allemaal hele interessante uh, dingen waar een logisticus dus mee bezig is. Nou, wat we zien is dat er uh, uh, heel veel uh, uh, uit een broodjeszaak uh, te leren is. Laten we eens even op een rijtje zetten wat hebben we nu allemaal gezien Logistiek is overal. He, dat Logistici die vinden dat ook heerlijk om uh, um te zeggen. Maar het is ook echt waar. Overal zit logistiek in. En in een broodjeszaak zit al zoveel logistiek. Daar zou je echt wel een studie van vier jaar mee kunnen vullen. Nu hebben we daar even een korte samenvatting voor gegeven. Maar je zou een hele diepgaande analyse van, uh, uh, van kunnen maken. We werken met schema's. Logistici kijken naar ketens, die kijken naar processen, maken daar schema van, verschillende schema's, verschillende analyses maken ze daarvan. En die zoeken naar oplossingen, verbeteren. En wat ze vooral aan het doen zijn, is ze proberen zaken te optimaliseren. Want de keuze die je maakt, gaat vaak uh, ten koste van een andere. Hè? Kies ik vooral voor een lead time of kies ik vooral voor uh, het moment van, van leveren? Om die uh, te kiezen, kies ik voor een, dat een zending snel klaar staat en snel naar een klant gaat. Of kies ik ervoor dat een zending 100% op tijd uh, of uh, 100% compleet uh, is. Mm, ik kan me voorstellen dat dat per organisatie en per uh, klant nogal kan verschillen. Hè? Als je het praat over een vliegtuigmotor, de onderhoud van een vliegtuigmotor, dan is tijd een, een ding. Maar veiligheid, dus de compleetheid van zo'n motor, is nog veel belangrijker. Als je praat over een bouwlocatie en uh, een aannemer wil snel uh, een aantal zaken hebben, dan is het wel eens uh, slim om, als je nog maar de zending 95% compleet hebt, om hem dan al te sturen. Want dan kan die aannemer alvast aan de gang. Dus we zien heel veel uh, keuzes die de logistiek maakt en die probeert hij op gefundeerde manier te maken. Nou, en dat is waar de studie Logistiek over gaat. Dankjewel voor jullie uh, aandacht.